lieve cultuurkanaalkijkers, welkom bij alweer een nieuwe aflevering. Ik ga jullie niet langer op het puntje van jullie stoel laten zitten, maar mijn volgende gast is een loodgieter. Alias Stefke Loot natuurlijk. Welkom Stefke Loot. Dankjewel. Mag jou zo noemen, hè, Stefke Loot? Jij mag mij zeker zo noemen, ja. 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 En vandaar loodgieter, hè, dus de zingende loodgieter. Ja. Dat ben jij. Zo zeggen ze me, ja. Zo zegt iedereen dat tegen mij. Hè. Wel, Stefke Loot. Ja. Wil jij eens jouw muzikaal verhaal met ons en de cultuurkanaalkijkers delen? Ja, het is een negental jaar geleden, dus ik ben eigenlijk wel een hele laat broer, want moet ik zeggen, want ik ben ondertussen ook al 60 geworden. Dus, amai, ziet er nog heel goed uit. Ik sta er al 6 voor. Dus. Amai, zou dat niet zeggen? En ja, ik was 51 toen, hè, 9 jaar geleden. En hoe is dat gebeurd? Ja, het is eigenlijk in ons stamcafeetje, hè, het beroemdste cafeetje van Vlaanderen eigenlijk. 1 euro voor een pintje. Oh. Veel wielertoeristen komen daar, hè, dus dat is heel gekend daar. En we zaten daar met vrienden bij elkaar. En ik weet, op feestjes en zo was ik al zo een beetje het zotteke. Ja, Stefke, jij moet een keer zingen. En je kent dat. Hè, en pak de micro en wat zingen en zo. Maar er was daar. Op die moment zat er ook nog een jeugdkameraad aan de toog bij mij. En dat is eigenlijk een songwriter toen. Alleen van fanfare muziek en van brassbands, hoe noemen ze dat? Brassbands, ja. En, ja, en die schreef wel muziek, maar wereldwijd worden die zijn liedjes, zijn nummers gespeeld in de wereld. Maar zeg tegen mij, willen we nu een keer een slagerliedje, ja, voor u? Een keer, ik zal een keer zien dat we kunnen dat doen. En zo is dat ontstaan en dat is mijn eerste singeltje, dat was Geef nog een rondje bier. Hè. Dus, ja, voor een euro. Ja, ja, dus dat, hè. Dus dat moest zo noemen natuurlijk. Hè. En dat is ondertussen dan wel ja, is een succes geweest, dat nummertje. Hè. We hebben dat dan opgenomen. Ja, dan wordt dat een paar keren ergens gebracht. En dan een eerste slagerfestival ook een keer meegemaakt in Tervuren. Tervuren. Ja, en dat was plezant. En zo komt die kriebel en zo komt die, die drang om nog meer nummertjes op te pakken. Dus... dan zijn we ons tweede nummertje, dat was Neem je schoenen uit de kast. Maar het zijn allemaal nummertjes, zelf geschreven. Allee, dus die man heeft dat geschreven. Ah, die man heeft dat geschreven? Ja, ja, die nummertjes. Voor jou? Ja, ja, heeft dat voor mij nog geschreven. Dan de teksten, ik heb ook een paar teksten meegeschreven van die nummers. En zo ja, gaat dat verder en verder. En dan doe je dan ook wat coverbewerkingen bij. Ja. En, ja, en, dat je aan je repertoire. En dat wordt een microbe, hè, dan, ja, dat zingen. En dan, ja. Dus je voelt en dan, eigenlijk en dat, dat iets is dat bij jou. Ja, voelt. En dan denk je, waarom ben ik er ooit niet vroeger mee begonnen? Hè? Ja, dat zou eigenlijk mijn volgende vraag kunnen geweest zijn. Van, hè, ja. Maar ja, uiteindelijk ja, zet er geen leeftijd op, hè, wanneer je als zanger kan starten. Ik denk dat niet. Hè. Allee, ja, zolang als je nog gezond voelt en je kan het nog doen. En je kan de mensen op een optreden plezier laten beleven. Daar doen we het voor. Hè. Ja. Dus, voilà. En al je optredens doe jij solo? Dus niet dat je iemand een duet of zo? Nee, ik doe het solo voor de moment, ja. Ja, allee, de optredens beginnen het wel, ja, het is moeilijk dikwijls om optredens te krijgen, ergens te verkrijgen, maar het lukt wel, ja. Allee. En hoe promoot jij je op dit moment? Ja, ik promoot mij veel dus op sociale media. Hoe kunnen de mensen jou leren kennen? Sociale media heb ik, een Facebookpagina. Onder de naam Stefke Loot. Stefke Loot. De D, ik heb ook een e-mailadres op Stefke Loot. Dus, dat is stefkeloot2@gmail.com. Dus dat is eigenlijk... Stefkeloot2@gmail.com. En dan gsm-nummer, mag ik dat ook geven? Jij mocht dat ook geven, ja. Cultuurkanaalkijkers, pak pen en papier. Voilà. Ze kunt hieronder zetten ook, dat dus, is allemaal geen probleem. 0475-328082. Ja. Dus daar kunnen ze mij ook op bereiken, hè, om eventueel boekingen of optredens te doen. Ja. En ik wil overal gaan optreden. Hè. Het is niet dat in mijn eigen streek, want ik kom van het Leuvense. Van het Leuvense. Ze mij in de West-Vlaanderen vragen of dingen. Geen probleem, hè. Ik rij met plezier naar hier. Ja, het is hier zo'n mooie streek en zo'n toffe mensen hier eigenlijk. En, dus. En waar heb je eigenlijk al opgetreden van waar je zegt van,
Daar voel ik mij wel supergoed. Of daar wil ik zeker nog eens terugkomen. Dat je zegt van Ja, kijk. ik heb over 14 dagen of 3 weken heb ik een optreden gehad op de Grote Markt in Sint-Truiden. Ah ja. Dus en dat was zo, daar zat heel veel volk op die terras. Dat was ook dat is ook een man die door van alles in Jo van Vlaanderen, ik weet niet, ja, dus die organiseert ook Ja, veel het met Limburg organisator, ja. gedaan. En ik heb daar ook eens mogen dan toen een optreden doen. En dat gaf zo een kick van, als je dan daar komt en dat zit vol op die markt, daar zitten veel mensen. En het is daarom dat je het doet. En dat je de mensen dan ook nog eens meekrijgt in een polonaise Ja. en die dan meedansen. Dus Nou, dat is want ik denk dat dat geweldig. niet evident is, Ja, natuurlijk. want ik ben ook zo'n zanger die, moet ik gaan zeggen, als ik op het podium sta, ik begin, maar ik ga direct het podium af. Hè. Ik ga tussen de mensen Ah dan. ja, oké. Dus het is Dus niet, ik jij ben bent iemand die graag tussen de een mensen tegelplakker ben jij niet. Hè? Ze noemen zit. dat bij mensen hè, die Ja, juist alleen, beeld. ik wil de ambiance beleven bij de Je mensen. gaat En dan bij het publiek ga ik eigenlijk, ja. eventueel op een tafel of op een stoel staan. Maar Ik zit al zo voorbij, jij dan zo van die handjes geven en zo ja, links. alleen, ja, dat is het. Ja, Allee, dat mag is het. dan nog, hè? Maar met corona of zo, Ja, vrees. Ja, nou ja, nu mag toch, dat ja. toch wel, ja. Ja. Dus ja, dat is plezant, hè. Ja. En ik denk dat ik het ook zo'n beetje in mijn repertoire ook een beetje gehouden. Er kan soms wel eens een traag nummertje bij komen, Ja. maar om echt ambiance nummertjes en plezante nummertjes. Hè. Ja. Ja, oké. En moet je chauvinistisch zijn, hè. In het Nederlands en Vlaams zijn ook hele mooie nummers. Hè. Ja, tuurlijk. Ja, het zal wel zijn. De mooie Vlaamse taal. Ik hou ook enorm veel van taal. En wel, voilà, dus. En dus je hebt tot nu toe ook alleen nog maar Nederlands gezongen. Of ook al. Ja, ik heb er een paar Engelse nummers. Ja. Één nummertje dat ik er soms eens bij smijt is Keep on Smiling. Hè. Ja. Maar dat is ook zo'n ambiance nummertje. Daar kan je mee starten en dan zijn ze ook al direct van. Dat scoort wel Ja, altijd dat scoort, uiteindelijk. hè. Ja, keep on smiling. Zoiets, jawel. Maar ik ben ook weer bezig om misschien nog eens een paar Engelstalige nummers ertussen te smijten, maar dat moeten wel dan dansbare en toffe Ja. nummers zijn. Hè. Dus, Oké. En welk nummertje ga jij straks nu voor ons brengen? Want je gaat er twee brengen, hè? ja, en dat is mijn nieuwste single die ik onlangs uitgebracht heb. Ja. En dat noemt Hoe jij naar mij kijkt, noemt dat. Ja. Is geschreven door Jim Nijs, dus een gekende songwriter. Die ook muziek schrijft voor Sammy Moore. De productie is eigenlijk, daar ben ik ook heel fier op, is gedaan bij een van de topmensen in België, David Vervoort. Ja. Dus in de studio bij hem in Beringen. Ja. Is ook de Limburg. producer van Niels de Stadsbader en Camille gaat daar opnames doen. En heeft dat voor mij willen doen, want dat is een hele eer. Hè, Ja. want ja, hij kan ook zeggen, nee, ik doe het niet. Hè. Dus en we hebben dat nummertje daar dan opgenomen bij Ja, hem. Ja. en dat is Jan, jouw nieuwste single Dat is mijn eigenlijk. nieuwste single nu. En het Ja. andere liedje dat je dan voor ons gaat zingen? Dat is Liefde is het mooist op aarde. Dat is een traag nummertje. Maar dat is eigenlijk een nummer. In 1976 is dat gezongen geweest op het Eurosong Festival voor België, de inzending. Maar dat was de Franstalige inzending. En dat noemde L'amour, ça fait chanter la vie. En dat was L'amour. van Jean Vallée, hè, de zanger. Is daarmee tweede geworden trouwens. Maar daarachter is dat zo'n beetje in de dingen geraakt. Want ja, Eurosong, als je eerste bent, ja, dan ga je. Maar tweede wordt niet meer. Dat is zo, hè. Maar ik heb dat nummer terug opgevist. En ik heb daar een Nederlandstalige tekst op geschreven. Dat heb ik zelf geschreven. Ah ja, kijk. Ja. En nu heb ik ontdekt dat dat nummer van in 76 nooit in het Nederlands gecoverd geweest is. Ah, Het dat is is ooit eens in interessant. het Duits gecoverd. En dat was door Dana Winner. Maar die heeft dat ooit in het Duits Duits, ja. gecoverd. Dus het is 47 jaar geleden, dat nummer. Dus ik ben de eerste dat in het Nederlands heb Dus gecoverd. eigenlijk gaan onze cultuurkanaalkijkers een primeur hebben, want Ja, jij bent de eerste eigenlijk wel, ja. die Ja. het hier in het Ja. Nederlands gaat Ja, coveren. dat is eigenlijk wel zo, ja. Ah wel, kijk, cultuurkanaalkijkers, jullie hebben nu de primeur.
Liefde zit in ieders hart. Het is soms heel apart. Het tekent soms je leven. Liefde is zoals muziek, bezongen in dit lied, al is het maar voor even. Liefde is het mooist op aarde. Het heeft zeker ook veel waarde. Liefde kan je ook doen stralen. Het droogt ook wel eens je tranen. Liefde ziet men in het oog, zoals een regenboog die kleur geeft in je leven. Liefde is voor alles goed. Het geeft je soms de moed en laat je soms wel zweven. Liefde is het mooist op aarde. Het heeft zeker ook veel waarde. Liefde kan je ook doen stralen. Het droogt ook wel eens je tranen. Liefde is zoals muziek. Het is wel zeer uniek en komt terug in veel verhalen. Liefde is voor mens en dier. Het geeft je veel plezier en komt terug in veel verhalen. Liefde is het mooist op aarde. Het heeft zeker ook veel waarde. Liefde kan je ook doen stralen. Het droogt ook wel eens je tranen. Liefde. Alvast bedankt voor de primeur, hè, om daar mogen dank u, naar te kijken en te luisteren. Ik heb eigenlijk nog een vraagje. Hoe bereid jij je voor op een optreden? Dat wil ik nu ook wel eens weten van jou. Want ik zie wel dat je vol enthousiasme naar die optredens kijkt, maar ja, ik vraag mij nu wel af, ja, hoe dat jij je daarop voorbereidt. Wel, toch wel. Ja, je kan nooit niet zeggen, je bent niet zenuwachtig, hè, als je moet een optreden gaan doen. Maar het valt eigenlijk wel mee. Maar ik ben zo iemand, die, ja, ik ben wel zenuwachtig. Maar een keer dat ik op het podium kom, valt dat eigenlijk bij mij weg. Het is raar, maar het is wel zo. Omdat je, ja, je doet je ding, hè, je begint te zingen en je bent vertrokken. En dan valt dat weg. Mm-hmm. Maar daarvoor kan het zijn dat ik toch wel een beetje zenuwachtig geraak. Ja. Maar ik heb ook veel steun van mijn vrouwke. Mijn vrouwke steunt me helemaal in mijn muziekcarrière. Allee, het is nog dus een korte. Ze volgt jou daarin. Ze volgt mij daarin. En zij is altijd van achter de dingen dan. Is zo en okay. Moet je geen watertje nemen, is goed. Ah nee, jammer, dat is inderdaad wel goed. Iemand ja, die jou opvolgt, dan zegt ze ja, nee. ze doet dat heel goed. En dat geeft ook een voldoening als je iemand achter u hebt. En er zijn mensen die achter u staan, om dan het podium op te gaan. Dus dat moet wel omringd zijn ook, met de goede mensen die jou wat tips en tricks kunnen geven. Ja, het is dat. En als je daarna de mensen ziet blij en ze zeggen, en sommigen, ik heb over het laatst nog een optreden gedaan, in Meerbeek was dat, bij Danny de Koning, dat is nu bij ons is hij heel gekend daar, en als de jeugd en dingen dan aan het podium komt en ze roepen dan, we want more, hè, we want,
dat geeft dan voldoening natuurlijk. Hè. Tuurlijk, ja, dan ga jij natuurlijk meer willen geven. Ja, het is dat. Hè. Dus, ja. Dus, ja. En dat is zo, meestal met een busnummer. Ik weet niet wat dat nog gedaan wordt. Als ja, dat jij zegt nu we want more, maar het zou kunnen bus. Ja, ja, wel ja, het is dat dat ze willen. Dan, ja. dan doe je dat. Hè. Dan. Dus dan ga je want toch nog... Allee, eigenlijk ben ik zo een beetje... ja, ik heb een repertoire. Ik doe meestal een 50 minuten, een klein uurtje. Ja, ah ja. Maar als ze nog meer willen en ik ga nog een kwartier bij doen... Als dan, nog tijd. Dan doe ik dat, hè. Dus, ja. Het is niet dat ik dan zeg, nou, nu ga ik stoppen. Nee, ja, ik zou... Ja, als de mensen zich amuseren, dan doe je nog een paar nummers bij. Ja. Dus, maar soms een keer moet het natuurlijk wel stoppen als je collega artiest moet achter jou komen. Als er iemand nog moet komen, of ja, dat is natuurlijk... Maar als dat niet... Als je dat in overeenkomt met iemand die achter u komt, en zegt, ja, maar doe maar. Hè. Ik heb, of ze moeten ergens nog naartoe gaan, nog een optreden. Mm-hmm. Ja, dan moet je wel die tijd... Het zal wel zijn, tuurlijk, ja. Als ze hem graag dan artiesten op tijd komen, want het is dikwijls ook dat ze moeten wachten. Dat willen we natuurlijk niet, hè. Ja. Maar ja, het is plezant. Dus tot nu toe verloopt het muzikale parcours van jou wel volledig positief. Ja, ja. En zolang dat het kan, ga je het wel blijven combineren met jouw job als loodgieter? Ja, ja. Het is soms wel... zoals vandaag. Allee, ja, het is een maandag. Hè, ja. Dus, normaal ben ik ook aan mijn werk bezig. Hè, dus je moet je... Hè, ja. Maar ik kom zeer graag naar zoiets. Ja, dat, die kans moet je nemen om een keer je reclame... Allee, prioriteit te stellen. Die kans moet je nemen, hè, als je dat vraagt. Dat was één, ja. En Cultuurkanaal is eigenlijk ook om met nieuwe artiesten die kansen te geven om jullie beter te leren kennen. Ah, wel, verlast. En dat je hier jullie liedjes mogen zingen. Ja, ik vind dat prachtig dat jullie doen, hè, eigenlijk. Ja. En zoals ik daarnet al zei, je prioriteiten stellen. Hè? Dat is een beetje wat je eigenlijk... Ja. Maar ja, ik kan dat een beetje regelen. Ik ben al 40 jaar zelfstandig. Ja, ja, ja. Ben al mijn... En nu al niet. 18 jaar al op zelfstandige basis begonnen. Al 42 jaar zelfs. Ja, kijk. Maar dus, nu al 9 jaar als zanger. Nu kan ik al eens zeggen, ik ga nu naar Cultuurkanaal. Ja, dat is goed. En dan zeker nog een keer terugkeren. Niet? Ja. Dat, als jullie mij nog eens uitnodigen, dan kom ik zeker terug. Dus, welk liedje ga je straks nog zingen voor ons? Liefde, nee, hoe je naar me kijkt. Hè? Ja, hoe je naar me kijkt, voilà. Dat was dat jij naar me keek en hoe je naar me kijkt. Hoe je naar me kijkt. En dat was, als ik mij niet vergis, dus geproduced ook door David Vervoort. David Vervoort, ja. Ja. En Beringen, dat is eigenlijk het Limburgs ook. Dat is het Limburgs, ja. En jouw regio, jij bent van Vlaams? Van Vlaams-Brabant. Ja. Leefdaal, zegt misschien niet. Niks. Jawel, ik heb daar wel al van gehoord. Bertum. Daar hoort je meer in de radio. Van de files en zo, in Bertum. Mm-hmm. Maar Leefdaal, dus een rustig dorpje. En de optredens dat je doet, is vooral dan ook Schlagerfestival? Of bijvoorbeeld op kermissen? Want natuurlijk... op braderieën, kermisjes. Ja. In cafeetjes heb ik ook al. Dus jaarmarkten in Leuven. Ja. De jaarmarkt. Zo van die dingen. Privéfeestjes ook. Allee, over het laatst nog een privéfeest in Nieuwerkerken. Hè. Een heel leuk feest. Dat is in Limburg ook, tegen Sint-Truiden. Mm-hmm. Dan die optredens daar in Sint-Truiden, van die, ik heb ooit al eens in Oost-Vlaanderen hier ook al een optreden gedaan. In de Vier Wegen, Café de Vier Wegen. Dat is in Gerardsbergen. Dus daar heb ik ook al eens een optreden mogen doen. Mm-hmm. Ze mogen mij vragen. Hè. Maar voor ik jou nog naar het podium ga laten gaan voor jouw volgende nummer, wil ik graag nog eens weten van jou. Dus hoe kunnen de mensen nu bij jou terechtkomen om jou op een optredentje te hebben? Van kijk, Stefke Loot, die wil ik op mijn trouwfeest of ik zeg nu maar iets, op ons kermisfeest moeten bij ons komen optreden. Dus hoe kunnen zij jou terugvinden? Ze kunnen mij via de Facebookpagina. Daar staan verschillende filmpjes op en dan van optreden en zo. Dan kunnen ze toch ook al eens bekijken.
Ik heb wel geen website, maar... Ja, dat hoeft niet. Facebook, ja. Tegenwoordig is dat allemaal de social media, Instagram, Facebook. We zetten daar wel veel filmpjes al eens op van optredens en zo. En dan kunnen ze het bekijken hoe dat het... Van de mensen toch de al. De ambiance en de muziek. Mijn nummertjes staan ook allemaal op YouTube, Spotify. Dus daar kan je ze allemaal gaan beluisteren. Daar staan ze ook allemaal op. Dus er zijn toch wel dingen genoeg om eens te kijken of te beluisteren. En ben je ook van plan om eventuele videoclip op te nemen? Ja, dat heb ik nog niet gedaan met mijn nummers. Maar ik heb een vriend bij ons in Leefdaal, die is video, die maakt video en dingen en zo. Ja. En die zou voor mij wel eens een videoclip willen opnemen. Dus dat is een professionele jongen, dat is zijn beroep. En ik denk dat we nu met het... ik heb ooit een nummer, een paar jaar geleden, een remix gemaakt, een partymix van twee nummers die wij geschreven hebben. Dat geeft nog een rondje bier. En het is weer feest in het café, dus dat is een goede mix natuurlijk. En daar hebben we een partymix van gemaakt. Dus dat is eigenlijk wel zo'n après-ski versie. En van dat nummer zouden we wel eens graag een videoclip afnemen. Opnemen. Maar dat moet wel dan zo in een ambiance... Je zegt het zelf, après-ski, dat is januari, februari, maart. En dan, als we dat dan kunnen op een videoclip gieten, dat zou misschien dat terug heruitbrengen, met de clip dan. Dat zou misschien wel goed zijn. Als die clip is uitgebracht, zou zeggen... Kom nog eens terug. Ik kom een keer terug naar hier. Maar nu zou ik heel graag in schoonheid afsluiten nu. Dus door het nummertje dat jij nog eens mag brengen. Dus hoe je naar me kijkt. Hoe je naar me kijkt. Wel, Sefke Loot, alvast veel succes. Ik nu vragen dat je naar het podium gaat. En bedankt voor de uitnodiging. Dat is niks, dat is graag gedaan. Jij ook bedankt om hier aanwezig te zijn. En hier is Sefke Loot met zijn nieuwe nummer Hoe je naar me kijkt. Veel kijkplezier. Ik het leven door een roze bril. Als jij me aankijkt, sta ik even stil. Ik wil je dicht, heel dicht, zo dicht bij mij. Hoe jij steeds naar me kijkt. Ik weet nu dat ik had je hart verlangt. Ik wil je dicht, zo dicht bij mij. Ik zie je hele leven op zijn kop. Waar ik ook ga of waar ik sta. Kon ik maar zeggen, ik stop de tijd. Dan is dit voor eeuwig en altijd. Al leg ik de wereld even stil. Is liefde voor altijd. Ja, kon ik maar zeggen, ik stop de tijd. Dan leg ik de wereld voor altijd. Dan leg ik de wereld even stil. Is liefde voor altijd. Blijf je echt bij mij. Ik wil je dicht, heel dicht, zo dicht bij mij. Waar ik ook ga of waar ik sta. Kon ik maar zeggen, ik stop de tijd. Dan is dit voor eeuwig en altijd. Dan leg ik de wereld even stil. Is liefde voor altijd. Ja, kon ik maar zeggen, ik stop de tijd. Dan leg ik de wereld voor altijd. Dan leg ik de wereld even stil. Is liefde voor altijd. Kon ik maar zeggen, ik stop de tijd. Dan is dit voor eeuwig en altijd. Dan leg ik de wereld even stil. Is liefde voor altijd. Ja, kon ik maar zeggen, ik stop de tijd. Dan is dit voor eeuwig en altijd. Dan leg ik de wereld
even stil, is liefde voor altijd. En onze volgende gast gaan jullie waarschijnlijk wel al kennen, maar we kunnen hem altijd nog een beetje beter leren kennen. Hier naast mij zit David Calbo. Goedemiddag. Aangenaam. Ik heb het toch juist gezegd, hè? Ja, Dave... ja zeker. Nee, of Dave Calbo. Dave Calbo. Dat moet mij verbeteren, hè? De cowboy, maar het is Calbo. Ah ja, Calbo. Wel, David, aangenaam dat je hier terug bij ons bent. Graag gedaan, met plezier. Dus, want wanneer was jij hier de laatste keer? Oh, ik denk vorig jaar, in de zomer van vorig jaar. Ja, in de zomer. En wel, ja. Wat is er in de tussentijd al allemaal gebeurd? Waarschijnlijk ga jij zeker niet op jouw... Wel, we hebben al heel veel opgetreden inderdaad en we hebben ook een eerste single gemaakt die in januari dit jaar opgenomen is bij Bandit in de studio in Oost-Rozenbeke. Zing en Dans, productie van Koen en dan met tekst van Paul Bruna. Dus dat was de eerste single die we dan volop gepromoot hebben in het jaar 2023. Dus jouw eerste single, Zing en Dans, dat was jouw eigen inbreng, dus jouw eigen keuze van kijk, ik wil dat liedje brengen. Ja. Wel, ik had een paar goede banden gekregen van Koen, van zanger Bandit. En samen met Paul had hij gekeken van kijk, we gaan kiezen uit die banden. En dan zat er één band tussen, nou echt wel graag woorden. En Paul heeft dan de Vlaamse tekst opgeschreven, Zing en Dans. Een uitnodigend liedje, om als eerste zingen moet je ook geen te moeilijke teksten voor de mensen. Je moet een beetje meezingbaar, dat de mensen ook rap kunnen meezingen en zo. En nu wordt dat volop ook meegezongen in de zaal, Zing en Dans. Als ik dat zing, dan staat de zaal eigenlijk op zijn kop. Dus, ja. En dat was inderdaad wel een succes, want het is like dat je daarnet ook zei, van je moet altijd eerst een beetje afwachten van het eerste liedje. Hè? Klopt, en ja, het is natuurlijk altijd beter dat je ook iets herkenbaars opneemt. Alhoewel, Zing en Dans had Willy Sommers vroeger al opgenomen, enkele jaar geleden, maar dat was al een tijdje geleden. Dus, maar je moet toch ook iets herkenbaars kunnen maken. Als je iets nieuws uitbrengt als eerste single, is altijd aftasten. Aan de mensen het smaken of niet, dus toch beter iets herkenbaars toch, dat de mensen... En ben jij al lang bezig met muziek? Goh, ik ben nu 2 jaar bezig in de muziek. Ik ben eigenlijk gestart in volle coronatijd met oefenen. Dat was toen op een karaoke app en zo. Dat was toen de volle periode van de lockdown en van we konden nergens naartoe. Ja, en dus en wat het was doe altijd je... al een stille droom geweest om te kunnen zingen. Maar schuilde er al een beetje... Maar nooit de stap gezet. Een beetje, geen zelfvertrouwen genoeg of zo. Ja, je kent dat natuurlijk. Of denken van jezelf, ik kan niet zingen, dat gaat het allemaal. Maar toch, de drang was groter en groter. En dan heb ik gezegd, kijk, ik ben nu 45. Als ik het nu niet doe, het is nu of nooit. En ja, het is now or never is dat. En met zingende, met bibberende microfoon en met krikkende knieën. Het eerste optreden in Mullebeke, ik weet het nog goed. In Mullebeke, In juni 2021. Mm-hmm. Dat de mensen toen verbaasd waren, nee, hij gaat nu zingen, Dave. Nee, dat is nu... Ze hebben jou niet zien zingen en opeens... Ik ben blijven doordoen. Sta je daar volle 100% en dan zien zij van, kijk, die Dave kan toch wel goed zingen. Ja, en hij doet het heel graag. Dus, en hij doet het heel graag, Het is een droom die eigenlijk... Ja, dat nu eigenlijk mag verder verlopen, want het is niet nooit gestopt, gedacht dat het zou uitgekomen zijn, want je weet ook altijd, het is ook een moeilijke wereld en er zijn ook zoveel artiesten, maar... toch doet ook dat het toch een plaatje is ook voor mij weggelegd. Dus mama, kijk, ik zou zeggen, doe zeker voort met die droom. Mm-hmm. Het is zeker nog niet gestopt. En wat was jouw volgende plaatje? Want je hebt eigenlijk op 2 jaar tijd hebt al 1 single gemaakt, dus Zing en Dans, maar heb nog al 1 gemaakt, hè? We zijn nu volop bezig met een tweede single aan het zoeken. Dus normaal gezien gaan we in januari of februari een tweede single uitbrengen. Dus we zijn nu volop bezig. We hebben al een nummer dat we gaan bewerken samen met Paul en Koen ook. Dus, maar dat zal dan januari dan, want we willen een beetje, we zullen het nog het einde van het jaar doen, de kerstperiode ook een beetje voorbij zijn, om in januari dan terug een nummer uit te brengen. Ik vind dat wel een mooie periode zo. Maar tussendoor blijven we natuurlijk wel optreden en alles geven in zalen natuurlijk. Hè. Maar het is niet dat er een kerstnummer in de maak is of zo? Nee, dat die periode zou kunnen. Ik die periode wel een beetje overbruggen zo van terug dan, want kerst is wel, ik zou het wel eens willen doen, dat is wel heel mooi, maar... Dat is ook tijdelijk natuurlijk, je kunt dat niet. Alhoewel, kerst heb je soms de mooiste muziek met veel gevoelens en zo. Dat zal wel zijn, De jingle bells muziek en zo, dat is altijd wel mooi. Dat heeft een sfeer. Ik ging eigenlijk zeggen voor met Valentijn, maar er zijn ook al heel veel liefdesliedjes gemaakt. Ja, maar het zal wel een liefdesliedje zijn, dus het zal wel passen met Valentijn ook. Het zal wel passen met Valentijn, dat kun je al zeggen. Dus, dan zou je het wel kunnen uitbrengen. Dus,
Oh. Komt goed. Ja, oké. Okay. Ik zie het sowieso dat jij aan het genieten bent van eigenlijk muziek te kunnen brengen. Klopt, klopt. Ja. Zou je het eigenlijk al zien zitten om eentje voor ons te zingen? Tuurlijk, tuurlijk. En welk liedje zou je dan graag willen brengen? Wel, sinds kort zing ik nu het liedje van Peter Vallaat in de zalen Aan en Uit. Ik wil dat ook wel eens brengen hier vandaag in het Cultuurkanaal. Van Peter Vallaat, van Mama's Jasje, Aan en Uit. Ja. Wel, laat nu wel net dat liedje zijn dat ik al heel veel, dat ik heel graag hoor. Maar er zijn er veel dat graag horen. En dat is echt een, ik vind dat, heb je dat zelf gekozen dan ook om dat te kunnen zingen? Ik moet zeggen, ik had dat zelf die band laten maken, want ik was inderdaad lang weg van dat nummer. En ook, het is een nummer dat je ook niet vaak hoort. Zo. En ik wil een beetje naast die vijver van de gekende nummers dat mensen allemaal zingen. Ja. Zoals eens, bijvoorbeeld Engel Bewaarder, hebben we zing ik ook en dat is heel tof. Ja. Maar ik wil ook wel eens iets zingen wat dan minder gezongen wordt. En Aan en Uit is wel iets dat ook bij jong publiek wel heel graag dus in de smaak valt. Ja, het zal wel zijn. Jong en oud eigenlijk. Ik weet nu niet of dat ik mij bij jong of mag oud steken, maar ik moet zeggen, ik ben alvast fan van het nummer Aan en Uit. Dus ik ben eigenlijk al heel benieuwd. Zeg, dans gerust mee straks. Ah, ja, het is goed. Maar ik ga in de coulissen ga ik mee dansen. Dus ik zou voorstellen, Dave, als jij het ziet zitten, mag je Aan en Uit van Chet geven. Super. We gaan eraan beginnen. Dankjewel. Ja, alvast veel succes. Dankjewel. Ik word wakker, maar ik denk aan jou. Ik heb geen honger en dat komt door jouw gang. Ik wil slapen, maar ik denk aan jou. Het houdt me wakker en dat komt door jouw gang. Het past niet in mijn leven. Het wil niet uit mijn hoofd. Het gaat aan en uit en in en uit mijn hart. Aan en aan en aan en uit. Aan en aan en aan en uit. Aan en uit en in en uit mijn hoofd. Aan en aan en aan. Aan en uit, en in en uit mijn hoofd. Ik zie de volle maan en die schijnt voor jou. De sterren vallen en die vallen voor jou. Wacht. Jij komt dichter en ik krijg het koud. Ik struik er over alles en dat komt door jouw gang. Ik haal je aan, ik stoot je af, ik duw je weg, maar ik hou je vast. Aan en uit, en in en uit mijn hart. Aan en aan en aan en uit. Aan en aan en aan en uit. Aan en uit. En in en uit mijn hoofd. Aan en aan en aan en uit. Aan en aan en aan en uit. Aan en uit. En in en uit mijn uit mijn hoofd. Aan en aan en aan en uit. Aan en aan en aan en uit. Aan en uit. En in en uit mijn hoofd. Amai, dat was zalig om te horen. Dus ik heb het gezien dat je daar nog een keer inderdaad wel... Wel, het is een powerful nummer En ik zeg het, als ik dat nummer inzet nu... Ik zit nog maar een paar weken in de zalen. En
iedereen komt op de dansvloer of komt, staat recht op de dansen. Dus dat is echt leuk om te zien. En die zingen mee. En... Hoe ben je eigenlijk dan op dat idee gekomen om dat nummer te zien? Juist dat nummer van Peter van Laat. Ik vond dat al direct toen hij dat uitbracht, een dijk van een nummer. En ik vond het. En het wordt niet zo vaak gezongen in de zalen, vind ik. En dat vind ik wel jammer. En dat wil ik wel veranderingen brengen, want het is ook een nummer dat uitnodigt om te dansen, om mee te zingen, ook om ambiance te maken. Dus dat zal wel zijn. Want het volgende nummertje, we gaan daar nu nog niet naar luisteren, is een meer trager nummer dat je dus eigenlijk gekozen hebt. Klopt, dat ik ook nog maar gisteren de eerste maal gezongen heb. Dus, maar gisteren had ik mijn eerste vriendenbal in Oostkamp. De eerste vriendenbal van Dave Kapp. We hadden een volle zaal met 200 mensen, die echt deugd. Daar heb ik de eerste maal dat nummer gezongen, Magie van Philippe Robrecht. Gisteren de eerste keer gezongen? Ja, omdat ik ook een beetje wil... Uiteraard schaars ambiance, maar ook dus nog wel eens een rustig nummer of een luisterlied ook wil brengen. Het leven zit vol met lach en traan, dus ik vind een optreden mag ook een lach en een traan zijn. Ja. Als je dat kunt brengen in een optreden, vind ik wel dat je goed bezig bent. Dus, het zal wel zijn. En ben jij de man zelf die jouw setlist maakt? Of hoe zit dat dan in zijn werk? Omdat je zelf zegt dat je het nog maar pas hebt gezongen. Dus Magie van Philippe Robrecht. Klopt. Wel, ik had het eigenlijk al geoefend vorig jaar. Het was bedoeling, het was een concert, want ik heb ook een zangcoach in Kortrijk, Lien. En ze doet jaarlijks een concert voor haar leerlingen. Ja. Dus normaal ging ik dat nummer ook op haar concert zingen. Dus had ik het toen al ook geoefend. Maar het was zo ziek en ik heb het toen niet kunnen meedoen. Maar ik had altijd wel in mijn achterhoofd gehad van dat lied wil ik ook nog wel zingen in de zalen. En ik heb die band laten maken. En... Ja, want als ik mij niet vergis, is dat nummer zal een redelijk oud... Allee. Ik denk uit de jaren 90, de volle periode van Tien om te zien. Zie je hem nog zitten achter zijn piano, Philippe? Ja. Zie dat ook voor mij. En Willy Sommers heeft dat ook nog uitgebracht, ik denk in de periode van Lied voor Muziek. Philippe Robrecht, omdat je daarnet zegt, ik zie hem nog zitten aan de piano. Hmm. Speel jij zelf een muziekinstrument of nee, zo? Dat niet. Nee. En ook geen interesse voor om... Misschien wel, maar de tijd nog niet gehad, denk ik daarvoor. Nee. Dus vooral het zingen die wel het een zingen, beetje... Het zingen. En het dansen, waarschijnlijk zou je ook ja, wel... Ja. En werk je met choreografie of zo? Nee? Nee, nog niet. Dus het is voor jezelf? Het is solo, ja. Maar we hebben een plan om volgend jaar een concert te brengen in een zaal bij ons in Oostkamp met liveband. Ja. Een optreden te doen met liveband, dus dat zal ook iets speciaals worden zo met... Het zal wel zijn. Met muzikanten zo. Met een orkest. Dus dat zal... Ook iets waar ik naartoe kan groeien, dat is ook iets nieuw voor mij. Ja. Eerste maal dat we dat gaan doen, dus... natuurlijk, met muzikanten is nog iets anders dan als je live on tape zit natuurlijk. Hè. Het zal dan wel voel zijn. Je dan gedragen door die muzikanten en dan... dat is ook een droom die nu zal uitkomen. Hè. Ik zou zeggen, als is verder blijven dromen. Ik heb zeker, het net zeker, al gezegd, weten, zeker, hij stopt nog niet. Hè, maar je hebt wel al veel plannen. Hè. Zeker. Misschien zijn er nog andere plannen. Hè. Dus er zijn plannen van nog een tweede single uit te brengen. Dus zeker, ja. Volgend jaar dan een concert in Oostkamp met live orkest. Ja, daar zijn we nu volop bezig. Piano leren spelen, daar ben je nog niet van plan. Hè. Misschien ook. Maar misschien, wie weet. Ja. Als er tijd nog over is. Is er eigenlijk nog iets waarvan dat je zegt ook, dat wil ik zeker ook nog doen? Een duetje met iemand of zo? Of ergens optreden in het buitenland? Ik weet niet. Misschien buitenland, maar dat is wel een beetje vergrepen, denk ik. Ik zal altijd schoenmaker blijven bij je leest, dus ik blijf bescheiden. Dus in Vlaanderen, als we eens een groot concert of iets kunnen geven, of later dan, of een groot optreden of een kerstconcert zo in een kerk of zo. Dat heeft altijd een aparte sfeer. Daar ben ik al heel, heel tevreden mee. Dus. Ja. Ik heb geen te grote verwachtingen. Want, maar voor de moment, voor het moment, is nog in eigen land. Ik ben een bescheiden jongen en ik blijf bescheiden. Dus, en ook een man van het volk. Dus, die ook met de mensen omgaat. Die ook in de zaal met de mensen bezig is. Dus ik ben ook niemand die op het podium staat. En die dus je gaat niet blijven staan bij jou? Is ik ga bij de mensen rond. En de connectie met het keer vast publiek. En ik laat een keer zingen. Of, of het knipoogje of de lach, dat doet veel bij de mensen. Dus, Want de mensen hebben zelf ook niet graag dat hij daar stokstijf op het podium staat en daar blijft staan. Mensen hebben graag dat een artiest wel eens in de zaal loopt en ook contact heeft met zijn publiek. Want dat is ook het publiek die komt. Hè. En die mensen moeten dankbaar zijn omdat ze ook naar de optredens komen. Dus, zonder die mensen zijn we niks natuurlijk. Het is dat, als jij daar niemand voor jou hebt staan. Dus ze moeten heel dankbaar zijn dat ze willen komen. En welke optredens staan er nog gepland in de toekomst nu?
Wel, voor de mensen thuis die al zin hebben om een ticketje te boeken of zo, ja? Wel, er zijn nog heel wat optredens gepland, maar ik zou zeggen, raadpleeg mijn agenda op www.dijfkalbo.be. Ja? En de link van de kalender staat erop dat je alles kunt volgen en alles kunt bekijken. Dus zowel privé als openbaar optreden staan erop. Dus, mm-hmm. En altijd welkom op de optredens, zou ik zeggen. En misschien ook mijn mailadres, david.kallebert@telenet.be. Mm-hmm. Om mensen die me willen boeken of zo voor alle evenementen, altijd welkom. Voilà, dus bij deze cultuurkanaalkijkers, je weet wat jullie te doen staat. Maar we gaan natuurlijk nog geen afscheid nemen, alvorens dat jij je liedje hebt gezongen. Hè? We gaan het proberen een beetje magisch te maken. We gaan het inderdaad magisch maken, we gaan traag eindigen. En ik vind dat eigenlijk wel mooi gezegd van jou, dat we het magisch gaan maken. Alvast bedankt voor jouw komst. Heel graag gedaan. Bedankt dus voor de uitnodiging ook aan het cultuurkanaal, het ganse team. Graag gedaan. We zijn goed bezig. Ik wens jou nog veel succes. Dank je wel. Blijven verder dromen. Zeker weten. Hij stopt nog niet. Nee, zeker nog zeker een niet, zeker mooie niet. Toekomst tegemoet. Dank je wel. En dan zou ik voorstellen, Dave, ga je naar het podium en breng het liedje Magie van Philip Robrecht. Ik ben jouw prins, dat weet je, maar jij mijn koningin. Wat jij ook vraagt, ik ben er. Ik doe al wat jij wil. Ik ben betoverd door jou, helemaal weg van jou. Jij bent niet van deze wereld, ongrijpbaar als de wind. Jij hebt ooit mijn wil gestolen, ik volg je als een kind. Ik ben betoverd door jou, helemaal weg van jou. Je mag me alles vragen, je mag me alles vragen. Ik zal het ondergaan, maar ga dan met me mee. Je mag me alles vragen, je mag me alles vragen. Ik zal het ondergaan, maar ga dan met me mee. Jij blijft me steeds verbazen, al speel je hetzelfde spel. Zo heb ik een rol te spelen, met jou red ik het wel. Ik ben betoverd door jou, helemaal weg van jou. Je mag me alles vragen, je mag me alles vragen. Ik zal het ondergaan, maar ga dan met me mee.
Je mag me alles vragen. Je mag me alles vragen. Ik zal het ondergaan, maar ga dan met me mee. Ga dan met me mee. Ga dan met me mee.